De 18-jarige Akash Doetnat is vandaag na een bedrijfsongeval aan de Jakartaweg te Waldek overleden. Toen de politie van Waldek een telefonische melding van het bedrijfsongeval kreeg, bevond het slachtoffer zich reeds op de spoedeisende hulp van het Lakshmi Prasad Streekziekenhuis. Bij aankomst in het ziekenhuis werd van de dienstdoende arts vernomen dat Akash dood binnen is gebracht. Onderzoek op de plaats des onheils wees uit dat hij met een bijrijder een vorkheftruck bestuurde. Ze waren bezig cement te verplaatsen. Tijdens het transport van één pallet cement kwam de vorkheftruck op een helling terecht en sloeg over de kop. Akash en de bijrijder sprongen uit het voertuig. De voorheftruck kwam echter op Akash terecht, die eronder bekneld raakte. De bijrijder liep geen letsels op. De toegesnelde arbeiders bevrijden het slachtoffer uit zijn benarde positie en brachten hem naar de spoedeisende hulp. Het ontzielde lichaam van Akash is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.